De spoedeisende hulp Suriname, SEH, probeert dit jaar te werken aan diverse verbeterpunten. Eén daarvan is het verbouwingsproces dat voor een betere dienstverlening zal moeten zorgen, zegt Mireille Rodriguez, medisch hoofd van SEH. Er zal ook gewerkt worden aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. We hebben nu 2 SEH-urgentiespecialisten, dus echte SEH-artsen. Die hebben gestudeerd 5 jaar lang en ze hebben gespecialiseerd in de urgentiegeneeskunde. We hebben nog 8 in opleiding, dus straks hebben we 10 en dan kunnen we elke dienst eentje zetten als supervisor. De verpleegkundige opleiding, die willen we ook gaan starten in april. Zodat ook de verpleegkundigen gespecialiseerd zijn. Dus sowieso, dat gaat betekenen dat de kwaliteit omhoog gaat. De verbouwing moet gaan betekenen dat ook de logistiek gaat verbeteren. Zodat we acute en minder acute patiënten kunnen scheiden en ook al zodanig kunnen behandelen. Sowieso moeten we meer gaan werken aan wat klantvriendelijkheid. Je snapt als het druk is dat mensen soms ook gefrustreerd raken. Maar we moeten toch wel, ondanks alle omstandigheden, toch proberen vriendelijk te blijven. Rodriguez vraagt aan de totale Surinaamse gemeenschap geduld te betrachten bij het bezoeken van de SEH. En ieder vindt zijn situatie acuut, maar wij proberen door middel van de triage een selectie daarvan te maken. Aldus het medisch hoofd.